Urk was vroeger een eiland. Niet voor niets zeggen we nog steeds dat we op Urk wonen in plaats van in Urk. Maar wanneer is Urk eigenlijk eiland afgeworden? Dat heeft alles te maken met de Noordoostpolder. Nederland had in de periode voor de oorlog een tekort aan landbouwgrond. De regering besloot toen om stukken van de Zuiderzee droog te leggen, zodat het land meer grondoppervlak zou krijgen. En de Noordoostpolder was zo'n stuk. Het was natuurlijk handig om Urk als richtpunt te nemen. Op die manier kon je makkelijk twee dijken leggen naar het eiland en vervolgens de polder leegpompen. Zowel vanaf Urk als vanaf Lemmer begonnen ze met het leggen van een dijk, midden in het water. Op 3 oktober 1939 sloten de machines het laatste gat in de dijk. Urk was toen officieel geen eiland meer. In december van 1940 werd ook het laatste gat in de tweede dijk, bij Ramspol, gedicht. Er kon nu een begin gemaakt worden met het droogmalen van de Noordoostpolder. Dat gebeurde met behulp van 3 gemalen. Eén van die gemalen stond hier op Urk, het gemaal Vissering. In december van 1940 dus. Toen was Nederland al een paar maanden bezet door de Duitsers. Laten we eerst eens kijken wat er op Urk gebeurde toen Duitsland Nederland binnenviel op 10 mei 1940. Op 10 mei 1940, 's ochtends heel vroeg, vielen Duitse soldaten bij de grens Nederland binnen. Duitse parachutisten landden bij Nederlandse vliegvelden en bruggen om deze belangrijke punten alvast te bezetten. Het was vrijdagochtend, dus de Urker botters waren nog aan het vissen op de Noordzee. Omdat er in die tijd nog maar weinig vissers waren die radio's aan boord hadden, wisten ze niet wat er intussen in Nederland gaande was. Ze waren dan ook erg verbaasd toen ze in de haven van IJmuiden werden opgewacht door Nederlandse soldaten. Nadat ze hun vis gelost hadden, mochten ze wel terugvaren naar Urk, maar niet zonder een wachtwoord voor onderweg. Dit wachtwoord kregen ze zodat ze aan Nederlandse soldaten konden bewijzen dat ze bij Nederland hoorden. Dit wachtwoord was Scheveningen. Dit had de legerleiding uitgekozen omdat het voor de Duitsers heel moeilijk is om de sch-klank uit te spreken. Maar waar de legerleiding echter geen rekening mee gehouden had, is dat Urkers ook Scheveningen zeggen in plaats van Scheveningen. Gelukkig werd er onderweg geen enkele botter aangehouden. Die zondag, 12 mei 1940, was het Pinksterzondag. Op deze dag is het altijd een gezellige drukte op Urk. Maar vooral in 1940 was dat zo. Want de Urkermeisjes werkten vaak nog in Amsterdam als dienstmeisje. Maar met Pinksterzondag mochten ze altijd voor een paar dagen naar huis komen. Het was dan hartstikke gezellig om weer met elkaar te zijn. Maar die zondag in 1940 liep het heel anders dan verwacht. 'S Ochtends heel vroeg gaf veldwachter Greven de opdracht dat iedere Urker botter naar Amsterdam moest vertrekken. Het Nederlandse leger was namelijk bang dat de Duitsers de Urkerschepen zouden gebruiken om het IJsselmeer over te varen. Daar stond iedereen op de haven. Het was een droevige uittocht en ze zwaaiden de schepen uit. Toen de botters 's middags in Amsterdam arriveerden, werden ze verspreid over de rivier het IJ ten anker gelegd. Zo zorgden zij ervoor dat er geen Duitse watervliegtuigen op het IJ konden landen. De enorme rookwolken op de achtergrond zijn van de petroleumhaven. Petroleum was in die tijd een belangrijke brandstof. De Nederlanders hadden de petroleumvoorraden namelijk in brand gezet, zodat ze niet in de handen zouden vallen van het Duitse leger. Deze en andere pogingen zorgden ervoor dat het Duitse leger niet zo snel kon oprukken als dat het gedacht had. Toch kregen de Duitsers langzaam maar zeker steeds meer grondgebied in handen. Op 14 mei gebeurde er echter iets verschrikkelijks, waardoor Nederland uiteindelijk wel gedwongen werd zich over te geven. Thank you.
Die ochtend hadden Duitse soldaten een ultimatum aan Nederland overhandigd. Dat ultimatum was een papier waarop stond dat ze Rotterdam zouden bombarderen als Nederland zich niet binnen 2 uur zou overgeven. Omdat het Duitse leger dreigde ook andere grote steden te bombarderen als Nederland zich niet overgaf, besloot opperbevelhebber van het Nederlandse leger, generaal Winkelman, om te capituleren. Capituleren is een moeilijk woord voor overgeven. Op maandag 13 mei kwamen er voor het eerst Duitse soldaten op Urk. Ze bleven enkele uren op het eiland en gingen daarna weer weg. Al die tijd bleven alle Urkers binnen en lieten zich op straat niet zien. Vanaf de Duitse inval op 10 mei had de Nederlandse vlag op de vuurtoren gewapperd. Dit hadden ze met het leger afgesproken. De Nederlandse marineboot op het IJsselmeer kon zo in de gaten houden of Urk al bezet was of niet. Toen de Duitsers op maandag arriveerden, liet de vuurtorenwachter de vlag zakken. Het oorlogsschip op het IJsselmeer wist toen dat Urk bezet was. De volgende dag, de dag van het bombardement op Rotterdam en de Nederlandse capitulatie, kwamen opnieuw Duitse soldaten op Urk. Ze namen vuurtorenwachter Loosman mee. Hij moest laten zien waar het postkantoor was. Daarna vernietigden ze de radio-installatie op de vuurtoren. Het was het begin van de Duitse bezetting op Urk.